We hebben talentijd op de Neptunus. Het is tot van de groepen tot met 5 en 8. Onze reporters Milan en Nina zijn bij de talentijd. We gaan kijken hoe het daar gaat. We zijn nu op het dak van de Neptunus, want er is talententijd. En dit is van de groentetuinen. Wat ben je aan het doen hier? Ik ben de tulpen aan het plukken en de planten ook, omdat we gaan zonnebloemen planten. Wat houdt deze talententijd precies in? Dat je goed leert om met je vingers te werken en dat je goed met planten om kan gaan. Wat ben je hier aan het doen? Scratch. En wat houdt het in? Dat je gaat programmeren, maar dat voor kinderen niet zo moeilijk. En wat ben je nu aan het maken? Een spelletje dat heet Snake. Ik zie hier niet zoveel meisjes. Heeft dat een reden? Ik weet niet. Hier is bijvoorbeeld schaakles. Hier leren kinderen schaken. Hier wordt Spaanse les gegeven. In dit lokaal doen ze 3D-printen. Ik ben iets aan het maken voor het 3D-printen. Dan kan ik het printen op de 3D-printer. Dit is de fabklas, is ook talententijd. En hier mogen ze dingen maken. Ik maak een fidget spinner van hout. Wat is een fidget spinner? Daar kan je mee draaien en dan... Ja, dan draait hij eigenlijk heel hard en dan kan je trucjes mee doen. Ja. Dit waren onze reportages van talententijd. Er is nog veel meer, maar we hebben er een paar laten zien. En nu terug naar Roos. Dankjewel Nina en Milan.